dubbel en dwars bewijzen. Ik mag jullie welkom heten namens JR Schoenmode en namens Anna's Mode. Ze gaan jullie vanavond de wintercollectie laten zien. We hebben natuurlijk nog maar weinig winter gedragen, dus we zijn ontzettend in om in ieder geval die nieuwe wintercollectie te scoren. Dat kan ook vanavond, want de beide winkels zijn natuurlijk geopend vanavond. Maar u bent hartstikke benieuwd wat het u gaat brengen. Ik ga eerst de mannequins aan u voorstellen, want dan weten we over wie we het hebben. Dames, kom erbij. Dit is Angelique en ze loopt samen met Mirjam. En zij doen dit ook niet alledaags, dus misschien een heel klein applausje om ze... En dan loopt ook voor u Tamara samen met Nadja. En waarschijnlijk ziet u dan in één oogopslag dat we vanavond alle confectiematen naar u showen. En dat is natuurlijk heel erg prettig, want het is voor iedere garderobe is er iets te koop. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk. Dames, kom maar vast deze kant op en dan gaan we de show starten. Ik zal jullie ondertussen ook iets vertellen over dat briefje wat jullie gekregen hebben, dat mysterieuze briefje. Daar kunt u een leuke prijs mee winnen vanavond. Dus hou het gewoon nog even bij u en ik ga u later vertellen wat er zo al mee gaat gebeuren. Nou dames, we gaan gewoon beginnen. Start jullie show dames. U zult zien dat zwart en zwart-wit absoluut in de garderobe zitten dit jaar, zoals altijd. We gaan natuurlijk vanavond ook nog veel kleur zien, maar dit is sowieso een zwart-witte combinatie. Nee, van deze muur. Ik wil het maar gewoon doen. Geen probleem. Dat kan ook vanavond. Start jullie show, dames. Maar dit is sowieso een zwart-witte combinatie. De collectie dus van Anna's Mode draagt Tamara de jurk van Caroline en Caroline Bies. En dat klinkt misschien een beetje Duits, maar het is Belgisch design. En als we dan kijken dat het kooi... Het laatje dat Tamara draagt is van Panara. Een zeer bekend merk uit de collectie van JR Schoenmode. En samen met de prachtige lamsleren handschoenen zijn dit. Dat is een hele mooie combinatie. Dank jullie wel. Ja. Dit is ook een iets wat ik dat goed kunt zien, een petrolkleur. Dus mocht u dat aandurven, dan is dat zeer moeite waard. Ik heb net even stiekem gekeken op het prijskaartje, want ik was ook bijzonder benieuwd. En ik heb twee bonte jassen gezien. Deze was volgens mij 2,59 als ik het goed heb onthouden. En de jas van Thea is ineens van Lucky Lu. Dames, gaat het ook snel. Met deze temperatuur is het natuurlijk nog best even wennen in die volle kerstmijn. Waarom moet hij een beetje lachen? Ik ben hier echt niet waarom. Angelique, blonde dame, helemaal gekleed in de werkplaats. Kettingen met bijpassende armbanden. De
hier krijgen we toch het bewijs dat het niet alleen maar zwart is en grijs. We gaan hier naar de ecru-tinten. Het jurkje dat... Het is toch wel bijzonder knap dat je... dat vind ik toch wel, dat wil ik heel graag benadrukken dat... Als je bij Anna's Molen naar binnen stapt, en dat is trouwens aan de eerste kade 17, dan vindt u dus ontzettend veel vesten, jurken, roken, pantalons. En Thea laat iets zien uit de collectie van Linnen Gerg. En we hebben al eerder een pump voorbij zien komen, maar u had het misschien wel herkend. En dit is een rok van Leo Hugo. En ook de trui is van hetzelfde merk. Ik ben een beetje wel aan het feit dat de muziek uitvalt als ik ga praten. Dus dat is voor mij een beetje vreemd. Ik wilde nog heel even kort wat zeggen over jullie handschoenen. De handschoenen die jij draagt, die zijn gemaakt van hertenleder. Een hele mooie handschoenen verkrijgbaar bij JR Mode. En Angelique draagt de schoenen waar ik vanavond al heel veel complimenten op gekregen heb. Een zwart laarsje met een blokhak. En dat is wat gezien is in de laatste mode in Italië. Het zijn stoere schoenen die we veelal zien. Veel plats, maar ook hakken, maar dat gaat u absoluut zien vanavond. Dames, dank jullie wel voor jullie eerste ronde. En vanuit de collectie dus van Anna's Mode draagt Tamara een jurk van Caroline Bies. En dat klinkt misschien een beetje Duits, maar het is Belgisch design. En als we dan kijken dat het Koningshuis ook vaak naar onze Belgische couturiers kijkt, dan vinden we het leuk om vanuit België onze mode te halen. Het laarsje dat Tamara draagt is van Panara. Een zeer bekend merk uit de collectie van JR Schoenmode. En Nadja, ja, die laat het nog eventjes verborgen. Die draagt een van de vele vesten die bij Anna's Mode te koop zijn. Er zijn ontzettend veel vesten in de collectie deze winter. Verschillende breisels. Hier ziet u ook, ik weet niet of u dat ziet, maar het mouwtje is anders gebreid dan het pand. En de wollen sjaal is aan twee kanten draagbaar. Ik weet niet of je dat misschien jezelf even... Ja, dat kan je laten zien. De ene kant is zwart, de andere kant grijs. En samen met die prachtige lamsleren handschoenen zijn dit. Maakt dat een hele mooie combinatie. Dank jullie wel. De jas die Jacqueline draagt, het iets wat gerende jas, een A-lijn is het. En wellicht zijn er dames die nog zo'n model in de kast hebben hangen en vast is die dan van echt bont. Deze
lijn zagen we ook jaren geleden. Dit is een bonten jas van Lucky Lu. En die zijn er in heel veel verschillende kleuren. Dit is ook een iets wat, ik weet niet of je dat goed kunt zien, een petrolkleur. Dus mocht u dat aandurven, dan is dat zeer de moeite waard. Ik heb net even stiekem gekeken op het prijskaartje, want ik was ook bijzonder benieuwd. En ik heb twee bonten jassen gezien. Deze was volgens mij 2,59 als ik het goed heb onthouden. En de jas van Thea is eveneens van Lucky Lu. En Jacqueline draagt daaronder een pump van Peter Kaiser. Ook een alom bekend merk. Met een hele mooie snit. En altijd een fantastische pump in de collectie. En die mag natuurlijk niet ontbreken in uw garderobe, want die kun je op vele manieren combineren. Dank jullie wel, dames. Dames, gaat het ook te snel? Als u iets wilt voelen of stoggen of vragen heeft, dan mag dat hoor. U mag gerust even vragen als u iets wilt zien of voelen. Dat is geen enkel probleem. Angelique en Mirjam. En met deze temperaturen is het natuurlijk nog best even wennen in die wollen vesten en jassen. Angelique, de blonde dame, helemaal gekleed in het merk Het. En zij draagt daarbij een prachtige laktas van het merk Paul's Boutique. En ik heb al wel gezien dat bijna alle tassen van Paul's Boutique mooi zijn. En, Ik heb niet schoenen. Ik heb niet mijn telebeelden. Ik heb de schoenen. En je ziet ook bij Angelique de hele duidelijke sportieve schoen. Die ontzettend goed te combineren is met diverse rokken of jurken. Bordeaux rood lak. De combinatie van Mirjam is dat het een heel draagbaar vest is, gecombineerd met een chique combinatie. En zij draagt daarbij de sieraden van het merk Kamps en Kamps. Deze zijn verkrijgbaar bij JR Schoenmode en het is van Nederlands design. Er zijn heel veel kettingen met bijpassende armbanden. Krijgen we toch ook het bewijs dat het niet alleen maar zwart is en grijs. We gaan hier naar de ecru tinten. Het jurkje dat Tamara draagt samen met het vestje is van Riani. En zij draagt daarbij weer een prachtige tas van Paul Soutak. Een enkel laagje met sleehak. Ook te combineren onder verschillende lengtes van rokken en jurken. Die is van het merk What For. Een jurkje van het frisse merk Smashed Lemon. Alleen al fantastisch om al die merknamen te bedenken. De laarsjes zijn van Calvin Klein, die Nadja draagt. Die kostte €119,95. Het is toch wel bijzonder knap dat je, dat vind ik toch wel, dat wil ik heel graag benadrukken, dat deze ondernemers, zowel JR Schoenmode als Anna's Mode, zij denken groot en blijven toch klein. Zij kennen hun klanten en weten daarom heel goed wat ze in moeten kopen. Zo gaat JR Schoenmode
Meerdere keren per jaar naar Italië om daar de laatste trends niet alleen te spotten, maar ook in te kopen. En op die manier zijn zij altijd heel erg up-to-date en lopen ze dus voorop met de trends. En als je dan ook nog je klant kent, dan weet je exact wat je in mag kopen. Ik vind het wel heel leuk om op dit moment heel eventjes een kleine verrassing te verklappen eigenlijk. Want we hebben namelijk nog een gastmannequin in ons midden. En Anneke, ik mag het zeggen, hè? Jij gaat vanavond showen voor ons. Anneke van Dijk, en wij zeggen hier in Genemuiden altijd Anneke Vivaldi, die gaat vanavond ook een set voor u showen. En u moet haar heel goed in de gaten houden, want zij gaat u misschien wel helpen aan die prijs van vanavond. Dus het duurt nog even, maar voor de grande finale gaat Anneke vanavond als gastmannequin. Ja, dat is toch hartstikke dapper. Anneke, je krijgt straks applaus hoor. Ja, dat komt. Ja, absoluut. Als u bij Anna's Mode naar binnen stapt, en dat is trouwens aan de Westerkade 17, dan vindt u dus ontzettend veel vesten, jurken, rokken, pantalons. En Thea laat iets zien uit de collectie van Linnen Jerg. En u ziet het, hè, ik had toch ook geloofd dat u een stukje kleur zou zien. Nou, dat ziet u bij deze dames. En de ketting die op het koraal zet is dus ook van Kamps en Kamps. En een zwarte schoudertas van het mooie merk Patricia PP. En dat is een nylon tas. Dus als u regelmatig fietst, kan die ook nog tegen een stootje. En let u ook even op de sneakers die Thea draagt. Want misschien bent u al lang en breed overgestapt op die heerlijke sportieve schoenen. Maar misschien vindt u het ook nog een beetje, niet iets voor u. Ze waren natuurlijk afgelopen zomer heel erg wit en licht. Maar hier zien we een zwart exemplaar en ik kan u verzekeren dat past onder heel veel combinaties. En geschikt ondertussen voor jong en minder jong. Gaat u dan toch liever voor een chique schoen, dan kunt u natuurlijk kiezen voor het enkel laarsje van Panara. Die wordt door Jacqueline geshowt. Angelique draagt trouwens maat 44-46 en zij laat nu een set zien van het. En de prachtige zwerjas is van Leo Hugo. En zij draagt daarbij een cognac enkellaarsje. En met zo'n cognac kleur kunt u natuurlijk absoluut een statement maken bij uw garderobe. Het is van het merk What For. Dus het is puur de dames die de sets die gefotografeerd worden. Het is goed, het is zo weer. En laat ik beginnen bij de schoenen dit keer. Beide een enkelaars. Een
platte hak en een iets hogere hak. Beide elegant. En ze zijn beide van het merk Watcore. En Nadja heeft een jurk weer aan van Smashed Lemon. Mooie grote zwart fit eruit. En het koralen set van Tamara is van Linnenbier. En natuurlijk kunt u heel goed combineren. U heeft vast nog iets in uw garderobe wat u helemaal weer een nieuw leven in kunt blazen door een, bijvoorbeeld een set van het koraalrode. Dat kunt u ook combineren met een zwarte jas. Maar daar helpen de... Ja hoor, prima. Let u eerst even op de laarzen die Thea draagt. Een overknee laars die eigenlijk nooit uit beeld raakt. Lange laarzen blijven altijd. En deze is van het merk Rappisardi. Italiaans. En de kreep met de kool is van Patricia PP, evenals de ketting. En die zijn dus ook van JR Schoenmode. U ziet het. Naast schoenen zijn er veel accessoires, tassen, kettingen, capes, poncho's die u hier kunt krijgen. Let u even op de snits van de top van Thea. Daar zit een heel bijzonder schootje aan, wat direct een feestelijk effect geeft. En Jacqueline laat zien dat u dus hele comfortabele materialen uitstekend kunt combineren met gladde materialen. Dat was iets wat we voor jaren terug eigenlijk nooit deden. Maar dat is ondertussen een bekend iets in hopelijk ook uw garderobe. Angelique draagt een tuniek van Indies en zij draagt daar overin een hele comfortabele poncho omslagdoek. En Mirjam laat een uitgewerkte rok zien in het leven groen. En de rok is van Caroline Bies, evenals de top. In een jurk van Lucky Lou, Maxima Blauw. En Nadja heeft een favoriet merk, want die heeft wederom een jurkje aan van Smash Lemon. Een aansluitende jurk in het zwart-witte grafische print. Bij Nadja ziet u ook een nieuwe trend in de schoenen. Dan ziet u het sierlijke puntje voorbij komen. Als dat goed te zien is voor u. €.
Leuk voor een avondje uit. Het is altijd zo leuk, want ik neem je mee als je eigenlijk niets mee wilt nemen, maar dan neem je absoluut zo'n mooie club mee. In het donkerblauw is Thea gekleed. En met deze combinatie van de ketting van kaps en kaps en daarbij past de armband natuurlijk ontzettend goed op. En vaak is het moeilijk om mooie donkerblauwe schoenen te vinden. Maar gelukkig als u om u heen kijkt, dan ziet u veel mooie donkerblauwe schoenen. Ja, Rijn en Herma letten daar absoluut op dat ze niet alleen zwart in de collectie hebben, maar hele mooie donkerblauwe schoenen. En dat maakt deze set die Thea draagt helemaal af. Jacqueline is gekleed in een jurk van Caroline Bies. En volgens mij gaat het vest even voor u uittrekken. Prachtige jurk en let op met lange mouwen. Lang niet alle jurkjes hebben tegenwoordig lange mouwen. En sommige dames vinden dat heel prettig. Een lang mouwtje. Is het hier? Ja. Is het een jurk? Ja. Is het toch gewoon? Nee, dit is een jurkje zeg maar en dit is een truitje eromheen en dit is een aparte golf. Ja, dat bedoel ik. Ja. Ook wel een aparte golf. Ja. 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 In de grijs tinten. We hebben net al eventjes de rok en de top gezien van de print die Angelique draagt. En dit is het de jurkje en bang. En de jurk die Mirjam draagt, dat is een jurk uit één. Het lijkt een losse top en een rokje, maar het is een jurk. En naast de bekende merken als Peter Kaiser en Panara zoeken Jan Rijn en Herma ook altijd naar nieuwe merken. En zo hebben zij het elegante merk Lilian gevonden. Dat is het enkelaarsje dat Mirjam draagt. En ook de schoenen van Angelique zijn van het merk Lilian. Heel sierlijk. €219 bedraagt de hoge laarsjes. Over de witte blouses die ook nooit uit het modebeeld verdwijnen. Tamara laat het zien. Elegante witte blouse van het merk Nadine. En hier zien we ook zo'n item wat dus nooit uit het modebeeld verdwijnt. De overknee laars van Wait For. What For? En het vest dat Natja draagt, dat is een accessoire van JR Schoonmode. Dat is een, ja, we zouden het zeggen, een bodywarmer vest, een vest zonder mouwen. Dus voor de warmte. Ja, ziet u, er zit geen mouw in, dus voor de warmte, maar voor het prachtige beeld. Gecombineerd met een set van Leo Hugo.
En misschien zijn er dames die nog nooit bij Anna's molen geweest zijn. Misschien de dames van ver, hè, zeggen we altijd. Anna's molen zit op de Westerkade. En het is fantastisch om te zien hoeveel combinaties er vanavond al voorbij komen. U wordt daar op een zeer vakkundige manier geholpen. Anna's molen heeft een collectie van maat 36 tot 46. En Jan Rijn die heeft een schoenen vanaf maat 17 tot en met 47. Dus daar kan ook iedereen terecht. Ook de kinderschoenen zijn natuurlijk de moeite waard om daar straks eens even naar te kijken. Zeer bijzondere snits. En ik weet dat Jan Rijn en Herman daar heel veel aandacht aan besteden om de juiste schoen bij de juiste garderobe te vinden. En Thea draagt hier een jurk van Lucky Lou. En Jacqueline van Riani. En het is prachtig om tussen dat zwart-wit en het grijs en het ecru zo nu en dan een vrolijke print te zien. Heel stijlvol. Aan de voeten twee parels uit de collectie van Panara en Peter Keizer. De glacés die zijn er ook in heel veel verschillende kleuren. Ze liggen in de toonbank, daar zijn ze tentoongesteld en geel, oranje, maar ook natuurlijk zwart en grijs. De handschoenen die Mirjam nu draagt, die kosten €55. De omslagdoek die Angelique bij haar draagt is een wollen omslagdoek. En op deze manier, tezamen met die tas, kun je een donkerblauwe outfit met even dat tintje geven. En de set die Angelique draagt is van een zeer comfortabele stoffen. De schoenen aan. Dus vindt u het prettig om hele einden te wandelen, kilometers te wandelen, maar wilt u er toch mooi uitzien? Dat kan met deze schoenen van het merk Tja. En daar is ook de tas is van hetzelfde merk. Nadja laat daarentegen een hele mooie zoete kleur zien. De roze omslagdoek samen met de roze glacés maken het natuurlijk niet van alles. En de blouse die Tamara draagt, wederom een wit crème blouse. Die ketting zit daaraan vast, dus dat is één geheel. Het is een sjaal van het merk Stolt en het is heeft een heel leuk accent, een leren accent. Heel klein leren stukje wat het zo stoer maakt. En het ecolage dat Jacqueline u showt is van het merk Sabrina Martone. Ik moet slapen.
Thea draagt een jurk van Smash Lemon. En een vest van Lindenbier. Thea draagt een sleehak, instapschoen met een sleehak en dat geeft u op het algemeen iets meer comfort bij het lopen, maar het geeft wel hetzelfde effect als een fut. Ja, Anneke, ik ga je uitnodigen. Ja, ik ga je uitnodigen om je om te kleden. Toi, toi, toi. Hier in de Lange Straat. En Mirjam laat ook zo'n prachtige hoed zien. Kijk, en nu kunt u toch wel zien wat accessoires doen. Een hoed en... En Tamara combineert dat met een jurk van Leo Hugo en een bondstola. En het wordt eigenlijk ingewikkeld wat nu waar verkrijgbaar is, maar weet u, het is veel leuker om dat zelf op te zoeken. Dus u kunt dat vanavond bekijken, maar u kunt ook in alle rust gaan kijken waar is nu dit bondstolaatje te koop. Hij kost 79,95. Dat kan ik u vast verklappen. En de omzet bij de manchetten en aan de kraag. Ja, de dames hebben er werk van gemaakt. Prachtige zwarte combinaties. De sjaal die Thea draagt is een zwarte zijden sjaal met een satijnen band. Van Kans en Kans. En het geven voor het fotomomentje. Dank jullie wel. Anneke staat echt aan de pot. Geef haar een hard applaus. Kom op, Anneke. Ja. Start uw show, jazeker. En dames, let nu even heel goed op, want vanavond kunt u een hele mooie prijs winnen. Een waardebon te waarde van 100 euro is het, hè? Wow, dus dat is echt de moeite waard. En Anneke draagt een jurk en ze draagt natuurlijk een mooie overdienlaar. Ze heeft daar een mooie panty aangetrokken. En zij heeft ook gekeken naar de accessoires. Dus een juiste top eronder en een mooie ketting. Maar wat is nu de prijs van deze jurk?
En dan geef ik u 3 keuzemogelijkheden. Zonder sjaal, zonder laarzen, alleen de jurk. En dan is antwoord A, is 99 euro. Antwoord B, en ik zou het echt voor uzelf houden, hè, want het is de moeite waard. Antwoord B, 139 euro. Op antwoord C, 249 euro. Anneke, je moet echt nog een keer hoor. Jazeker. Het is van het merk Hess. Dus A, 99, B, 139, C, 249. Dames en heren, ik ben dames en heren. Dames, ik zou echt zelf beslissen, want de prijs is echt de moeite waard. Het is dus namelijk 50 euro van Anna's, 50 euro meer schoenmode en zit ook nog een heel mooi magazine. U mag het antwoord invullen. Anneke, kom maar lekker bij me staan hoor. Ik ga nog heel even iets uitleggen. U mag het antwoord invullen. Bewaar het papiertje even. Straks na de show komt Gerrit de bonnetjes ophalen. En dan gaan we daarna gaan we een winnaar bekendmaken. Dus hou het even goed bij u. Mag ik een groot applaus voor onze gastmanneken Anneke? Anneke krijgt geen bloemen, maar die krijgt een bon. Anneke zit zelf in de bloemen, dus vandaar. Nog 1 keer voor jullie. Angelique. Mirjam, Tamara, Natja, Jacqueline en Thea. Ik vind dat ze het fantastisch gedaan hebben. Vanavond zijn de beide winkels geopend. Ik ga het toch alvast even zeggen. En geef ze eerst even de bloemen. Ja, eerst de bloemen. Dames, dank jullie wel voor jullie performance. Dan geef ik nog even het woord aan Herma. Dames en heren. Ben ik samen? Ik wil u namens Anna en de heer Schoenmolen hartelijk bedanken voor uw komst. Ik hoop dat u ook genoten hebt. Dank u wel. Manneke, bedankt voor de mooie show. Jullie hebben prachtig gepresenteerd. Film- en fotomensen, maak er wat moois van. Dank jullie wel. Jeetje, bedankt voor de ruimte die jij beschikbaar gesteld hebt voor de mannekens om zich te kleden. De hoedenboutique voor de hoeden die we mochten gebruiken voor het totale plaatje. Alle dames die vanavond helpen met de catering, de kleedsters, dank je wel. Anna's voor de fijne samenwerking. Het was wel even heel heftig. Er kwam in een korte periode heel veel op ons af. Maar het heeft geleid tot een prachtige show. Dank je wel. Als laatste wil ik Linda bedanken. Linda, wat is een presentatie zonder deze speaker? Je hebt het geweldig gedaan. Dank je wel. Verder hoop ik dat ik niemand vergeten ben. Dus allemaal hartelijk dank. Ook mede Jan Rijn. Dank je wel. Nou, ik denk dat ik namens het publiek spreek als ik zeg J.R. Schoenmode en Anna's Mode. Bedankt dat jullie zo'n fantastische winkel hebben in Geenemuiden. Daar kunnen we met z'n allen van genieten. Ik heb nog een paar huishoudelijke mededelingen. En dat is dat we straks een hapje en een drankje gaan nuttigen. De dames gaan straks een drankje op de tafel zetten. En de hapjes worden bediend. Maar ik zou u ook willen vragen of u 1 ding voor ons zou willen doen. En dat is uw klapstoeltje eventjes inklappen.
En die even richting jouw rij brengen. Maar voordat we dat gaan doen, worden eerst de bonnetjes opgehaald. Dus blijf nog even zitten, zodat de dames de drankjes neer kunnen zetten. En dan gaan we straks kijken naar al dat moois. Bedankt dat jullie er waren en tot volgend jaar. Dag.